Story. Meeleven met sterren. Vorige week in het Pfafs. Goedemiddag vriend, hoe is het? Ja, ja, ik zit juist aan het opnemen voor de RTBR van toen, voor de tv. Dat is Rambo en ik ben Rambi, noemden ze maar vreugde. Ik was een Nelsele, maat. En ja, beginnen draaien. Kom naar hier, kom. Lof. This is my phone number, my love. Please call. Oh my god. Geweldig raak. Nee, je hebt tegen mij gezegd, want toch. Ja, maar dat wil ik niet zeggen, begint hij. Ja, de schoonzonen Pfaff hebben vandaag een fotoshoot en een interview in het huis van Lindsay en Dave. De fotograaf en de journalist hebben daarvoor een origineel en stoer concept bedacht. Terwijl Nicola de laatste hand legt aan zijn ochtendtoilet, is ook Sam gearriveerd. Nee, dat proper. De wals gaat op aan het eindje. Dat is proper achterhaald, heel wat anders. Je hebt me dat mag komen. Hoe is het? Goed. Mag je leren, hè? Ja. Goh, goh, goh. Vreug, hè? Wat is de bedoeling, juist? Dat er dat zoeken op komt met de naam van Lindsay. Is dat niet wat voos, die stempels? Dat is heel voos. Hè? Ja, dat is heel voos, dat is zeker. Mag we dat niet doen, hè? Zie jij dat zitten? Zo'n dat zoeken op je arm. Jood? Hé, ja? Zeg dan niet dat ik alles moet uitspelen, hè? Ja. Ja? Alles niet, hè? Nee, schat. Bij Marcelleke. Een Marcelleke aan, hè? Oh, man, ik mag hem ook toch echt te zotsen, hè? Een Marcelletje, zwaanzwollen, hè? Zie je dan ook witte sokken in slippers aan, of hè? Nee. Zeg maar, nee, waarschijnlijk de zwarte, dat is mens gesloten. Zet zwart, en Dave is niet zo voor de tattoos. Wat is het? Dave is niet zo voor de tattoos. Nee? Ja. Dat is geen fonds, hè. Dat is wel plezant, ik heb een tattoo zet. Jean-Marie is te gast op een bijeenkomst voor doofstommen in Merelbeke. Hij is goed op tijd vertrokken. En gelukkig maar, want hij wordt opgehouden door een kleine hindernis. Leuk om naar te kijken. Leefke, ja? Wat gaan we als je beter thuis zeggen is? Ga om een onkruid te trekken, hè? Nee. Pintje te rinken, hè? Ja, goed. Nou, het is me weg, hè? Half elf. Een aperitiefje, hè, jongen? Jouw handen toveren en vlammetjes. Ja. Wil jij liever een blikje of een flesje? Pinken, hè? Flesje, hè? Jean-Marie is dan toch veilig aan de overkant geraakt. Goedemiddag allemaal. Jij spreekt, ja. Ik spreek. Goedemiddag allemaal. Ja, meisje, hoe gaat het met u? Hoe is het in school? Goed. Hallo. Goedemiddag. Horen die? Horen die goed? Dat zijn horende kindjes. Jullie horen, hè? Ja. Hebben jullie dat goed? Ja. Shania doet binnenkort haar eerste communie en heeft zelf haar jurkje mogen ontwerpen. Topdesigner Niki van Kets zal voor de uitvoering zorgen. Is Niki daar? Dank u. Kelly poseert regelmatig voor de bruidscollectie van Niki van Kets. Shania, jongen, dat is een homo. Nou ga ik je toch niet meer trouwen. Het is wel een mooie jongen, hè? Onkel Nicola die is hier ook ergens. Kijk, hier is de onkel Nicola die hangt. Zeg, ik moet door, man.
Zijn de weg, Lindsay? Ja, ik kan door. Dag, maat. Kom je als ze beter terug, of wat? Ja, als ik gedaan heb. Nee. Zijn je belastelijk als het vrij is? Geen probleem. Oh, man. Gewoon zit al aan de Joepijler. Aperitiefje, hè. Aperitiefje. Om al uit deze. Ja. Als je aan mijn vent zoekt, we zitten in een Bellevue, hè. Een miljardje aan het tonen, hè. Ja, ik ben een fan van u. Ja. En van uw huis gezien. Dank je wel. Ja. Nou, stappen. Nee. Proberen, één keer. Ze kon niet meer zeppen. Goeie kippen, maar hoe kun je tappen? Kom, kun je hier. Mijn witte. Ja, dan één keer. Ja, dan moet ik mijn beton doen. Hola. Dank je. Dat is wel. Dat is echt niet veel, hè. Dat is wel. Dat bedenk voor je kunnen. Graag gedaan. Eigenlijk. Samen de groeten mee. Ja, nee. Samen de groeten mee. Veel deur, weer content. Goed. Ja, goed. Ja. Ja. Kijk. Maar niet vergeten, ik heb goed aan de kermen. Ja. 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 Zo dadelijk in de Pfafs. Ik word daar niet met je bijtrekken. De schoonzoon op Pfaf hebben vandaag een fotoshoot en een interview voor een weekblad. De fotograaf en de journalist hebben een origineel en stoer concept bedacht. Mag hier staan? Moet ik hier met dat pintje toch niet poseren? Nee. Oké. Nog toch. Hier staan je maar zo echt geschaald, dan mag je een beetje powderen. Maar ik op deze proces. Is Arnold Schwarzenegger? Hè? Is Arnold Schwarzenegger? Now we are in Hollywood. Sam Claude van Dam. Nou ja. Carmen en Lindsay hebben beslist om samen op vakantie te gaan. Vandaag willen ze de bestemming vastleggen. Meneer Pfaff gaat thuiskomen, zullen mis verwennen. Jean-Marie? Ja. Ah. Oei, dat is Lindsay. Ik ga naar gaan, ik moet een pannenkoek hebben. Ja. Ik ga nog een pannenkoek hebben en ik moet naar met Lindsay naar het reisbureau. Hallo mama. Dag Lin. Dag Lin. Ja? Ja. Best te laat. Ik heb en zonneke van ma. Ja, manneke, dat komt allemaal wel in orde. Niks anders, hè? Alleen een zonnetje. Ik heb een hotel met zonnebankjes. Ja, ik heb wel een vee bij. Onze broer is gaan spelen bij een vriend. Vee zit in de rotte? Ja, oh, wacht, ik ben er direct. Ik kon eerst ons vader een pannenkoek geven. Dan was het maar even op. We gaan wel naar dit papa, waar de kindjes ook iets aan hebben. Hè? Kindvriendelijk, hè? Ja. Shania heeft voor haar eerste communie een kleedje laten ontwerpen door topdesigner Nikki van Kets. Het basisontwerp is klaar. Dat waar? En met u? Je ook meegekomen? Ja. Hè? Alles goed, hè? Dat moet wel, hè? Waar gaan wij dat fixen? Gaan we dat waar is Kurt? Maar nu, gewoon erachter. Oh. Zal ik het eens gaan halen, hè? Hoe kun je dat passen? Kom, dan gaan we wel eens naar het paskotje, kom. Ik ga er hier nog. Momentje, voorlopig geen, hè, Jean-Marie? Je kunt er geen twee tegelijk op eten, hè? Hebben we bruine suiker of wat? Hier, kandijsirap. Maar is dat bruine suiker hier? Nee, Jean-Marie, lees eens wat erop staat. Kippenkruid. Kippenkruid. Is dat bruine suiker? Nee, dat is mannenkwal. Wat is het? Ik geef je kandijsirap. Geen siroop? Oké. Okay. Afstreken ook nog. Nee, hè? Service, hè? Dat is hier geen hotel, hè? Ah, goed, dat kregen we altijd eens een rekening af. Goeie weer, hè? Ja, goeie weer, niet te ver. Jean-Marie, het weer kunnen niet bestellen, hè? Terwijl Nicolas' tattoo verder wordt afgewerkt, begint de journalist alvast met het interview. De eerste keer dat je Jean-Marie ontmoette, hoe was dat? Ik zat aan de keukentafel en de Jean-Marie die kwam binnen en Debbie zei zich, dag papa. En ik zoeg, ze begint dus niet dom te doen. Allee, ja, ik herkende die mensen toch ook wel. En dan zei hij zo van, een beetje rustig tegen mijn dokter. Hè. En dan besefte ik zo van, oh shit, het is dus effectief haar pa. En dat was eigenlijk heel tof, want ik ben er achteraf in de zetel gaan liggen. Ja, ik heb zeker. En hij was dan een peer aan het eten. En die zei dan van, je had een helft opgegeten. En zegt hij, moet je de rest van mijn peer hebben? Maar ook, ik zeg, ja, geef maar. En zegt hij, het chance, want anders had de peer op mijn bakjes. Zoek een binnenkamer, hè. Ga daar eens aan tafel zitten en hem verbranden niet, want dat ding staat hier nog op. Mama,
Kunnen jij die dan omdraaien, Jean-Marie? Dat is gewoon omdraaien. Meer is dat niet. Allee, ik ga naar de hand op. Ja, ik ben er, ben er. Tegen dat een dier bijna op is, moet dan deze omdraaien. En dan hier op dat ronde met dat streppetje duwen. Moet ik het opschrijven nu, hè? Je kunt dat wel afzetten. Hè? Nee, in de microgolf, niet in de pan. Maar je hebt nu wat gedaan, hè? Wat? Ja, zeg Jean-Marie, die klein zit in de auto. Dat gaat niet. We zijn weg. Ja. Maar roze is er nog niet. Dat komt nog, hè. Is het roze nog niet op? Dat staat er nog niet op, nee. Gaan we dat eerst eens passen? Allee. Voilà. Zou dat aan mama geven, hè? Zou dat wel lukken, hè? Hey, tot Sarah's, hè. En heb je dat ook? Is het... Oh, ja. Ja. Een chilieke moet je er ook nog tussen aan geven. Ah, oké. Okay. Hij er nog tussen. Maar de... Ah. Alles stukje per stukje. Oh, nee, omdat ik dacht dat dat jeans ging zijn. Dat kunnen we ook nog, maar ik heb die zoon dat ze dat satijnig wel, hè. Maar gaan er allemaal in het satijn, schat? Ja. Eerste keer dat je doodsangsten uitvond? Hey, doodangsten, dat heb ik één keer gehad, dat is als ik... Ratten? Ratten, gij, oh, miljard. Ik neem als een schrik van ratten. Ja. Doodsangsten, wil ratten, ja, ik heb dat wel gehad. Ik ben ooit aangevallen geweest door een muskusrat. In een garagebox. In een garagebox. Ja, met een kamerijken van me. Ik was 6-7 jaar. Wat is dat achter een band? Een band van een auto. En die stond in doeken van de garage. En daarachter was een bolletje, dat was precies een negel. Ik kan me dat voorstellen dat het precies een negel was. En mijn muit die zei van, hé, hey, wat is dat? En ik heb met een stok. En ik daafde en die begint te blazen like een kat. Dat was een muskusrat. En die is op mijn lijf gesprongen. Die had gelukkig niet gebeten. In mijn nek, weg. En ik heb een hemelse bang van ratten. Hé, hey, mijn haar komt terecht omhoog, ze. Als ik erover klap. Verschrikkelijk. Ik vind mijn vest niet, mijn frak niet. Ik zal deze pakken. Alleen heb ik nog niet eens geen chacos, maar alleen die portemonnee. Ah, wel, dat is hier echt genoeg. Ja. Ik kan hier die visa kort mee pakken, zo. Ja. Dat is hier niet in. Waar heb ik die nou weer gevoeld? De poort. Zeg jij alstublieft. Ze zijn al gebakken, je moet ze maar gewoon opwarmen. Ik zal dat hier al afzetten ook, voordat je dat vergeet, want dan stond dat hier heel goed uit op. Ja, ik zal hem er helemaal mee pakken. Ah, nee. Allee, salut, het is leed. We gaan op vakantie, Fré. Is zien. Er staan nog geen knopjes aan, hè? Nee. Ik heb geen onderrentje. Oh, we zullen dat eerst eens zien dat dat dicht gaat. Ik zal voorzichtig zijn, zo. Zo. Ik vind het al wel iets korter. Ja, 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 maar ik heb daar wel wat lengte gegeven op voorhand, hè. Zo, en nu daar nog. Voilà, hè. Nou, van achter iets beestend. De mouwkens er zitten blij mee. Is dat goed? Dat mag iets vaster van achter. Dave heeft vriendelijk bedankt voor de tattoo. Maar Sam en Nicolas nemen maar al te graag een stoere pose aan. Sam? Kruisje. Is het niet goed? Ja, maar wel. Zie je. Zie je wel polen, Rambi. Rambi. Bakker. Kan dat niet, hè? Mooi. Nee, niet, man. Tegen wie erbij zit? Tel hem af. Tegen de Spaanse man. Zal ze gewoon afpak? Nee, maar een beetje. Je mag dit gillen, maar. En als je wat? Ik is een blank voor deze. Carmen en Lindsay kunnen maar aan één ding denken: een ticketje naar de zon. Stoor ik dat de hond hier loopt? Lig een kindje op bed, dan kan dat geen kwaad. Nee, zit ze niet op. Wat denk ik voor u doen? Wij komen eens even horen, want wij zouden op vakantie willen gaan. Ja. Maar ergens waar het warm is, ja. En niet te lang vliegen, want niet met twee babytjes, nee. Ja, de Canarische eilanden, dat is een uur of vier vliegen. Dat is meer dan genoeg. Met twee babytjes is dat meer dan genoeg. Tot daar. Thuis liggen even vliegen, mis. Ja. Ah, dat is goed. Smet het maar in Nicky zijn bakje. Vannacht.
zuchten misschien. Mag ik eens even zien dat ik in de spiegel nog iets kan zien? Kom eens naast me. Had zij dat blusje in haar rok gesteken? Ik denk dat wel. Ja. Volgend jaar zit ik hier met jou. Oh nee, de ergste dag van mijn leven. Zo erg zal dat wel die zijn zeker. Ga gewoon meevallen. Nee. He? De ergste dag van mijn leven. Je liep nu boven de 25 graden voor mij. Nee. Ik zal dat mee bestellen. Dat is waar. En zeker mijn verwarmd zwembad, allee, als dat kan. Want ons vee is dan maar 6 maanden. En ik vind, als je dan zo van die hotels, als dat zwembad niet verwarmd is, dan gaat dat kind in die wijk, durf ik daar niet mee in het zwembad gaan. Zo, en waarschijnlijk ook best een niet te stijf hotel. Nou, dat ze toch een beetje hun gangen kunnen gaan. Ik zal eens even een paar brochures nemen. Ik wil wel in deft eet goed. Jongen, mama. Maar kindvriendelijk, gewoon niet een week in een crèche zitten, hè. Kom, zo. Wil ik mijn aperitiefje kunnen pakken, hè. Een beetje opschuiven, Sam. Ja, de vuurko. Ja, en nu een... Mijn wel stinkt het al een beetje. Ja. Oh, dat is... Oh, nee, mannetjes. En? Serieus. Beter niet doen, hè. Zeg, kunnen die Lindsay op zijn box? Ja, hier. Zeg dat toch met mijn t-shirt, kijk. Allee. Hé, ben je wel lekker met een t-shirt of Ofwel pakt de Ieren de superieure kamer, of anders moet overstappen Ieren naar die junior suite. En dat is daarmee een aparte slaap. Maar Ieren is dat maar een sofabed? Ja, nee, daar moet je niet in zien. Maar mama, het is een salon en hij zo allemaal. Maar hoeveel god jij? Je slaapt toch niet bij ons? Ik ben als vader, maar ik vind dat gezellig. We gaan toch maar voor een week. Ik wil toch geen 2 weken, want dat vind ik veel te lang, 2 weken op hotel. Dus dan betaal ik liever 1 week goed. Ja. Zal ik die suite pakken? Kunnen we mij komen aperitieven? Ik heb de 4 stoelen, ja, misschien zet hem op 2. Wat is het verschil tussen de superieur en de junior suite? De noepleg. Ik heb gezegd dat je bij mij moet komen, aperitief. Ik heb niet gezegd dat ik dat kan opleggen. Zie je zo, nu met de broek. De broek is uit. Het is een beetje te groot. Het is een smalletje. Een smalletje met lange beentjes. Het is die van de mama, hè. Verlast, hè? Is het goed gekeurd? Ja, ik ben blij. Ah, allee dan. Ja. All right. Zo is het. Kom maar, jongen. Ik moet je zus uitkleden. Oh, je zit er nog. Je zit er toch van nog. Nog een beetje korter heb je in de tweede. Nee, maar ding is, ik moet de 3 hoofden nog kort. Oh, ik heb een slappe lach. Kunnen we een beetje zo over de komen? Nee, dat is niet. We hebben nog veel van mij vragen. We lagen er toch een beetje naar over, joh. Nee, alleen. Zo'n beetje naar de veel. Barda, kom. Zeg, maar waarom moet je dat vroegje staan? Waarom moet je zo op de hoofdvuist met? Die zeven was nog grote. Jongens. Bedankt. Op de hoogte. Ja, bedankt. Bedankt. Ziek, hè. Tadaa. 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 Doe dan lopen, want er is veel wind, Lindsay. Of anders moet er een kappen kwijt. Het is precies of het is hier warm ernaast, hè. Hey Dave, dat is niet goed. Ja. Jongens. Allee, kom, ga eens jongen, het ziet, hè. Wat denken we dan? Prachtig komen. Ook erboven gaan hangen, ligt dat niet goed was van een leven. Nee, maar. Ja, oké. En rol ik nog niet veel? Allee, lach nog eens. Hier, dat vogeltje. Samen, rol ik het opnieuw. Kom, dat is ja. Niet er nog 5 minuten en ik ga op mijn grijs afwijzen, man. Hier dan. Ja, oké, is goed. Voilà, zijn we er weer af, hè? Jongens. Dat is toch geen... Hé, dat is ongelooflijk in die gasten.
De volgende dag lag Nicola al een stukje minder. Ondanks het gure weer heeft Debbie een klusje voor hem in petto. Nicola, we gaan mijn kapjes niks willen afspuiten. Tuurlijk, schat. Want je bent om de 11 bezig geweest en je bent gestopt. Maar Debbie, dat zie je toch niet. Dat zie je niet, dat zie je niet. Voordat je spoelt. Debbie, ik kan daar beginnen, maar wat zit dat? Dat is toch een vreemde vrouw, mijn zin, hè? Al dat je doet. Ik vraag tegen haar zo, ik zeg, wel dat de 30e mee komt helpen. Dat is wel een zondag. Zeg, ja, een zondag, dat is wel mijn heilige dag met mijn kinderen. Geef ik niet zo. En wanneer is mijn heilige dag met jou? Die moeten weerd zijn. Hè? Wat? Vaderkesdag? Ja, vaderkesdag. Ja, vaderkesdag. De rest van de familie geniet van een lekker dagje luieren in de ouderlijke villa. Dave heeft enkele kinderen bij die onderweg in slaap zijn gevallen. Kenji, Leo, je ligt op de grond. Kenji, kijk. Hé, mama. Kenji. Mama, Leo. Hey. Kenji. Hallo. Ik zal zien, ik zal eerst alles buiten zetten, maar ik moet mijn kapjes af doen. Hey, uurkapjes, Chris. Dat soep en je zet hem in de gang. Allee. Ja. In gang geschoten is dat fantastisch, hè? Kijk, dat heb je aan de man. Je moet ze wel in gang krijgen. Je moet ze in gang krijgen, dat gaat. Maar dat is goed. We hebben er allemaal niet meer. Dat mag jij een gemakkelijke man zien. Oh. Kijk dat. Die zes maanden geleden dat ik hem eens heb gevraagd om mijn kapje af te spuiten. Ik zeg, ze biedt, kom het mos groeit naar beneden. Schijnen. Kenji is voorlopig niet van plan om te ontwaken. Terwijl hij verder zijn roes uitslaapt, is Bruce wakker genoeg om op verkenning te gaan in de villa. Dat mag niet. Als je dat erin gaat doen, dan gaat Bruce pijn hebben. Nee, Bruce pijn. Au, au, au. Au. Gaat Bruce er nog aankomen? Ik ben er niet aan. Dat verstond ik niet. Jean-Marie mag vandaag plaatsnemen op de eretribune van de wedstrijd Anderlecht tegen Bayern München. De internationale pers is massaal aanwezig. Jean-Marie loopt er zelfs een oude bekende tegen het lijf. Dat was het beroemde interview dat ik gegeven heb voor die Belgische fans, voor die Bayerische fans. Hebben we in de bodem gebonkt. Ja. Dat was in België en in Holland. Dat komt in mijn soep. Ja? Dat is ook in ja? Mijn, hè? Dat was super, oder? Wie we dat gemacht hebben. Zoals besser als wie früher, du. Ja, du auch. Die Haare sind super blond geworden. Ja, 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 ja. Ich war gestern Friseur. Ich habe gewusst, dass du kommst, weil heute muss ich mich ein bisschen ändern. Ne? Genau. Du, wir sind in 2 Minuten live drauf. Bleibst du noch da? Super, das ist doch schön. Debbie heeft Nicola aan het werk gezet. Een handige Harry ineens, toch niet gemakkelijk. Oh. Het enige nadeel is, zijn die veiligheidspoten kwijt voor de stabiliteit. Oh shit, hé. Ik heb die pijn gekeerd. Oh. Dat zorgt nog op mijn benen, schat. Mag je papa in zijn hoek? Meestal als ik een moeilijke pak en met ik praat. Ik zal ze in oude niet zitten. Dat is een jacuzzi vol buis. Ik heb het ook van mij gekregen omdat hij zo flink ben geweest. Oh, dat was hij maar... Ja, wacht maar even. Hè. Is het ding ding in de huis? Ja, ringen ding ding. Het is... Zie, die zijn toe deugdig. Ja, ze zijn echt zo pluchtig, hè, voor je ziet. Maar dat is warm om aan bier. Dat lacht. Kom aan. Over enkele ogenblikken komt Jean-Marie live op de Duitse televisie.
Alles klar. Also, es wird nicht einfach für die Bayern, aber ich habe einen Experten hier, den vielleicht alle Bayern-Fans noch kennen. Und der könnte zur Not wahrscheinlich auch noch ins Tor sich stellen, nämlich Jean-Marie Pfaff. Er ist gerade vorbeigekommen. Herzlich willkommen. Was trauen Sie denn Anderlecht heute zu gegen Bayern? Oh, ich glaube, Anderlecht ist eine gute Mannschaft, aber nicht mehr so gut wie vor 10 Jahren. Und es wird ein Spiel sein, ein Heimspiel für Anderlecht. Und da muss ich auch sagen, das ist ein Spiel, das kann man nicht so vergleichen. Also ich heute gewinnt Bayern München nochmal mit 0-2. Alles klar. Ja, alles klar, lieber Ralf. Also. Okay. War das live? Okay, ja. Okay, ciao. Nicola ist gut auf Dreh. Hallo. Hey, so wat is het voor de moeite? Hé, proeper, hé. Ja. Zie je het? Dat is de moeite, hè? Van mij. Nog wel een werker, hé. Hé? Nog wel een werker, hé. Ik ga wat voor het kerken op die van ons gaan beginnen zagen, zo beet, hè. Dus dat zo rap? Nee, maar ja, anders kan ik het niet, niet gedaan hebben, hè. Ja, ze kijkt al. Ze kijkt al. Amai, mijn ramen. Met mijn kapjes zijn gedaan, hè. Ook sportjournalist en kersverse papa Frank Kraas maakt zich op voor de wedstrijd Anderlecht-Bayern. Hey, bonjour. Frank, probeer het met een vrouw, hè? Dat is goed. Zwanger vrouw, hè? Ja, jong. Moet dat niet met je beter kunnen? Kom maar hier, juist. Goed. Zo dadelijk in de Pfaffs. Ja, pa, als ik wil, en die zou kunnen verschonen. Dat kun je niet. Nee! Nee. Burgemeester van Kortrijk, van Nieper, van Kokser. Ja, maar goed, die begroeting van België. In de ouderlijke villa probeert Sam komaf te maken met zijn afkeer voor vuile luiers. Ja, daar komt Sam. Ja, nee, ja, nee. Zou dat dan nog hetzelfde zijn, Sam? Kreken toch, hè? Ja, maar jullie zijn gelukkig. Kijk, ze zijn blij. Ja, maar niet. Ja. Hallo, Sam. Hallo, jong. Hallo. Mannelijke toon. Give me the five. Give me the five. Zeg, maar dan moeten we nou wel iets veranderen. Want give me the five, dat is zo stoer voor de jongens, hè. Kunnen we dan zoiets niet iets meisjesachtig? Give me the five. Give me the two. I love you. Give me the two, voilà. Give me the two, I love you. Give me the two. Je hebt het lachen, hè? Give me the two. Give me the two, Sne. I love you. Tijdens het klussen heeft Nicola een niet ongevaarlijke verrassing voor Debbie in petto. Debbie! Kijk naar Tessa. De liefde zit dichtbij. Na pa, als ik wil, dat is nog pap, hè. Dat ik die zou kunnen verschonen. Dat kun je, maar het is... Dave! Nee. Wacht eens even. Nee. Ik zeg, godverdomme, ik ben uit de rap geweest, hè. Ja, ik ben hier rap geweest. Kom voor die zee. Nee, maar ik moet naar negen. Maar test het. Maar het is pas begonnen als de kindjes pas te voeden. Dat was geen probleem. Maar je hebt weer al chance, hè. Maar eerst patatje, alleen fruitpappetjes, hè. Oh, met die fruitpappetjes, dan begon de misère, hè. Wie was dat, een Shania dat ik eens ondergegubbeld heb? Shania. En dan kwam ik... Ondergegubbeld? Ja, echt waar. En dan kwam ik thuis. Was dat dan sportpalas, mijn Debbie? Met Debbie. En dan kwam ik thuis en dan had hem die klaar vast onder de roksels en dan was hem die zo door het water aan het halen. Ik was er aan het doek, ze niet aan het afspoelen zitten. Ja, lekker. Want die klein die hangt nog vol. Normaal begin kan ik alles kussen. Fantastisch. Fantastisch. Ik heb wel chance met dat. Van de even zo. Yes. Kijk eens de dag niet toch. Dat is hem neer. Is hem dat? Riekt is. Riekt is lang. Nee. Nee, het is niet zo. Nee. Maar pap zou het nog kunnen, zo. De wedstrijd Anderlecht-Bayern is op 0-5 geëindigd. Maar in de loges laten enkele West-Vlaamse burgemeesters dat niet aan hun hart komen. Hoe heet hem daar? Ja. Oh, Stefan. West. West, West in Kortrijk, joh. Zeer goed, joh. Ja. En dan zijn we nog
met u gekregen, hè, met de kinderen. Spijtig, hè. Met u? Dat is lang geleden, hè. Goed. Burgemeester van Ypres. Toekomst en burgemeester van Kokzijde. Oh, hier. Dat is mijn broer. Ja. Maar die heb ik eerst leren kennen. Ik wil dat ook leren kennen. Nicolas werk zit erop. Het is iets gewarmer buiten. Dat staat wel, schat. Moet je kan op een waar geven, of wat? Oh ja, help, schat, help. Je gaat mij moeten helpen. Je gaat mij met mijn bad tegen. Dat is nou toch nooit niet goed, hè? Nee. Schat, ik heb merci voor mijn luxe, hè. Zet ik om de koffie of pas om de wijn? Wat? Er nog een potje over. Of wil ik een beetje om de wijn? Van de klerk slaan we dat niet af. Ja. Het is zelfs in het zwart. Burgemeester van Kortrijk, van Ypres, hij van Kokzijde, waar zitten ze allemaal? En allemaal voor die begroeting van België. Het is altijd plezant dat we kunnen lachen in het leven. Hè. Ja, moet kunnen lachen. Je bent wijs man, hè. Met veel levenservaring. Die man klapt me van politiek. Maar hij kan van andere dingen klappen. Stop het. Volgende week in de Pfafs. Trouwen, jongen, wat ga je doen? Drink nog wat. We gaan allemaal naar Las Vegas, maar ik doe deze zonder rollen. Hier, ziet hij hun gezicht. Zie. Nou, ben ik zot. Ik ben kei geschier door haar zuster, hè. Voor de Dave bestaat hij zo... Voor hem een zwembroek en voor de broers dezelfde, maar in het klein. Je eenvoud siert de mens en ik denk dat je dat ook in ons mocht zien. Ik heb vele slagen geveld hier in Lokeren. Dat is de broek, dat is het zwempak van ons vee. En dat is mijn bikini met roksje. Volgens mij gaan ze nou wel weten dat we van één en dezelfde familie zijn.